Yay! Weer iets af, schatie. Wie is de verrassing? Wat is de verrassing? Welkom bij de nieuwe video. We hebben trouwens leuk nieuws, want morgen komt mijn pakketjes binnen. Hoogstwaarschijnlijk. Helemaal niet impulsief. Iets heel tofs ophalen. Hey Poepie, wat hebben we daar nou voor lekkers? Nou. Ja, jij was ook gaan trouwen. Want we mogen boodschappen gaan weggeven aan een winnaar. En wat moet je daarvoor doen? Kinderboekenmuseum. Ja. In Den Haag. Superleuk ziet het eruit. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. En ondertussen is Sergio hard bezig met het bed in elkaar zetten. Het is een nieuwe dag. We gaan weer het een en ander aanpakken. Er komt ook nog een hele leuke verrassing vanavond voor Jessie Sil. Nee, niet vanavond, vanmiddag al voor Jessie Sil. Tante Elena en Nienke en Esmee, die komen. En dat weet Jessie nog niet. Hij weet wel dat er een verrassing is. Of dat er een verrassing komt. Ja, hartstikke leuk. Die blijven ook slapen. Ik ga als eerste nu het knopje zetten op de deur van de gang. Ruimte, kast, trapkast. Trapkastgang, kast, dinges. En dan de eerste vogeltjes plakken voor de jassen op te hangen. Ik hoop dat dat voldoende is, want ik wil er eigenlijk niet in boren. En dan ga ik twee hele grote schilderijen ophangen op de zolder. Nou ja, en dan kijken we even hoe laat het is, maar het is pas 10 uur. Mijn zus die komt pas om 2 uur, 2:15. Ja, en om nu in die halve regenbuien verder te gaan met de bestrating... lijkt me niet een heel goed idee. Dus laten we gewoon eerst beginnen met het knopje en dan zien we wel hoe de dag zich ontvouwt. Toch? Hi. Hi. Waar wil je het knopje ongeveer hebben, schat? Een beetje... Hier zo. Ja, oké. Dus gewoon... Ja. Ja, oké. Niet te hoog inderdaad. En deze? Nou, ik denk dat we er even een jas aan moeten hangen. En dan even kijken. Ja, ik zou redelijk hoog. Als we hem hier doen, inderdaad zo hoog mogelijk. Nee. Of wil je hem alleen hier doen? Ja, dan zou ik er eentje hoog doen en eentje laag. Dan zou ik er hier twee doen en eentje hier. Ja, en dan kan je er nog eentje laag doen. Nou ja, dat niet. Waarom niet? Omdat dat in de weg gaat zitten met deze jas. Lijkt mij. Nou, daarom wilde ik zeggen van doen we even... We kunnen ook Jessie's jasje daar ophangen, hè? Ja. Oké. Okay. Kijk nou, hoe schattig. Ja, ik ben er super blij mee. En er komt hier omheen nog een lijst. Hoeveel, hè? Kijk, we hebben de haakjes zo gehangen. Moet je eigenlijk even mijn jas eraf halen, inderdaad. Want dat zie je dan weer net niet goed. A lonely bird, turtle doves. En voor Jessie's jasjes. Ja, ik vind het echt super leuk. Ja, heel goed gelukt. Yay, weer iets af, schatie. Nu ga je dit nog lakken, begreep ik. Ja. He, met laminaatlak. En uiteindelijk moet hier dus nog, we hebben de lijst ervoor gekocht. Die doen we hierop en dan een klein beetje eroverheen, hè? Ja. En dan lijkt het net alsof het een lijst is. Ja. Yay. Lekker. We hebben hier bij ons nieuw bureau. Spectaculair hoge, kale, witte muur. Dan gaan we even twee schilderijtjes ophangen. Nou, het is gelukt. Een beetje een stunteldag vandaag, maar ze hangen. En ik moet zeggen, nu het eenmaal hangt, vind ik het wel echt heel erg tof. Ze zijn ook gewoon mooi groot formaat. En met muziek, thema. Ik ben er blij mee. Volgende klusje. Toiletrolhouders, die moet ik ook nog doen, maar die ga ik nu niet doen. De toiletborstel, die had ik namelijk geplakt in de hoop dat die zou blijven hangen. Maar dat is niet gebeurd. Dus. Ik heb een idee voor de sign. Oh jee. Een flamingo. Ik geef hem even aan je over. Flamingo voor waar? Beneden.
Vind je nou? Ja. I like. Ja? Ja. Ga het zo even laten zien. Goed idee. Boren. Yes. En je weet het, hè, wat onze vogeltjes hebben gezegd. Goed afplakken, zodat je niet van de steen afschiet. Ja. Wie is de verrassing? Wat is de verrassing? Wie zijn dat? Emmie. Oh? Oh, naar beneden. Naar beneden. Oh, kom maar. Nou, ik heb je verrassing. Ja, want er is Emmie. En Ina is er. Van harte gefeliciteerd. Vier het leven en maak mooie herinneringen. Lies, veel liefs, Sergio, René en Jesse Silver. Ja, een hartje. Ja. Een hartje. Nou, dan gaan we hem open maken. Hier, doe maar een kastje hier. Dit is een kastje. Kom maar. Oh, het zou erin zitten. Een pakje in. Ja, er zit nog een doos in en dan nog een doos en dan nog een doos. Hé, hey, zit een grote een spiegel. Een puzzel. Oh, mooi. Kijk. Die zijn mooi. Ja. En jij heel mooi. Mama, die kan je in de wc ophangen. Wauw. Die vind ik mooi. Nou, vandaag was dus echt zo'n dag dat je denkt, was ik maar gewoon in bed blijven liggen. Er gingen glazen om, Jessie die luisterde niet. Is er nog meer gebeurd? Ik heb een beetje laten vallen. Koffie in mijn gezicht. Koffie in je gezicht. Het was echt... Hij stond in de file. Oh ja, zeker, file. Nou ja, dat soort dingen dus echt dat je denkt van... adem in, adem uit. Maar Jessie ligt inmiddels in bed. Wij gaan een spelletje spelen, dat heet Bever Ellende. Beverbende. Oh, Beverbende. En daarna... Bever Ellende. Ja, in die schuif, ja. En daarna gaan we de nieuwe Pinocchio film kijken op Disney. Met de nodige chippies en koekjes en de popcorn en alles wat bij een gezellige family game movie night hoort. En dan moeten we ook nog even jouw bedje op zolder klaarmaken. Dat kan maar. Bedje. We hebben al jouw bed op zolder klaargemaakt, dus je kan er zo in. Nou. Ik ben er. Oh, ik ga de bakjes vullen. Voor op tafel. Ja, is goed. Nienke, ga jij verder met de uitleg? Ik luister. Van een afstandje. Ja. Goed vaststaan. Ja. Hoi. Goedemorgen. Wij zijn weer lekker wakker. Wij hebben lekker geslapen hier. Nee, jullie zijn nog niet aan het slapen. We hebben lekker geslapen. Ja, met ja. Dat weet ik. En we zitten lekker te genieten van koffie. Ja. Een telefoon. Hey, ik zie wat. Ik zie jou. Kijk, er zit licht. Ja. Welkom bij de nieuwe show. Eva is hier en hij kon lekker net bij ons slapen, maar het meest is nog gedaan, dus ook helemaal slapen. De linker was ook nog, kijk. Ja, hij is ook al wakker. En hij was hier komen en je kan ook hier opdraaien, maar dat lukt niet, maar... Het spelletje hebben we gedaan. En nou zijn we net wakker geworden. Hè? Wij zijn net lekker wakker geworden, hè? Ja. En ik had ook een beetje slapen. Bij papa en mama en in mijn kamer.
Goedemorgen allemaal. Is je lekker aan het vloggen, Jessie? Hè? Oh, baby. Ja, hele goede morgen. We zijn lekker ontwaakt. Ik ben een lekker ontbijtje aan het fixen. Lekker croissantjes. Ik heb nog een zelfgemaakt brood. Een krentenbootje. Ik zat te twijfelen om de kip erin te gooien. Dat is misschien een beetje zwaar als ontbijt. Hoe was de film? Ja, was leuk. Pinocchio. Pinocchio? Ja, ik ben hem halverwege afgetijd. Oh, ik had ook moeite met mijn ogen open te houden hoor. Maar jij was ook moeite in. Eén, omdat ik al twee keer in slaap was gevallen. Maar ik werd me toch misselijk. Ja, ik had wel weggetrapt. Nee, ja, vanmorgen. Maar niet toen ik in bed lag. Nee? Je zweet hier ook bij helemaal kapot. Je was zijn geslapen. Nou, ik was gewoon... Maar ik denk dat het komt. Kijk. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar je hebt van die periodes, dan ben je heel goed bezig. Dan let je overal op. Dan ben je lekker aan het afvallen en een beetje aan het sporten en een beetje, hè. En we hebben nu een beetje zo'n weekend, nou laten we zeggen een halve week. En dan let je weer even nergens op en dan denk je van laat de boel de boel. En dan heb ik dus gisteren wat snoepjes op. Ik heb heel veel mayonaise op bij het eten. Ik heb twee hamburgers op en wat patat. Dus dat is allemaal vet. Toen nibbits en hoe heet die beertjes? Beertjeschips. Pombeer? Ja, goed. Ja, nou ja, van die beertjeschips. Een paar van die volkoren koekjes. Ja, trouwens. En daarna popcorn. Ik wilde eigenlijk overgeven. Ik had ineens heel erg buikpijn. Die is gelukkig op een gegeven moment wel weggetrokken, maar. Dat was meteen na het eten ook, hè? Ja, volgens mij. Na het eten mee, of was het daarvoor? Nee, na het eten, want daarvoor weet ik niet. Maar het was wel echt vlak na het eten. Jesse had natuurlijk ook 2 dagen dat hij heel erg buik had. Ja, nou, misschien... Dus we gaan lekker, jongens. Misschien heeft het gewoon geheerst hier in huis. Jesse is inmiddels aan het eten, dus ik ga even lekker het ontbijtplankje afmaken. En dan misschien even een wekservice voor Esmee instellen. Misschien dat ik ook nog even mijn baard ga doen vandaag, want dit is wel echt weer next level. Wat vinden jullie? Laten staan of niet? Nee. René heeft geen voorkeur, dus... Nou, we hebben de motor opgehaald, want die was alweer een tijdje kapot. Die hebben we eindelijk kunnen ophalen. Elena is heel gezellig met Jessie Silver en haar kids naar Aventuria. Ik ben nu mijn schoonmoeder ophalen van de tram. Want die komt oppassen op Jessie, omdat ik morgen examens moet afnemen. En aangezien ik er toch ben en ik het al een tijdje vergeten was dat deze zak er nog lag, rijd ik gelijk even langs het Leger des Heils om een zak mijn kleding af te geven. Zodat andere mensen daar ook weer plezier aan hebben. Een hele, hele, hele goede morgen allemaal. Jessie is lekker op zijn looffietsje. Die heb je al lang, hè? Oh, nee, dat kan dus niet, Jessie. Je mag niet tegen de muur aanbotsen. Nee, helemaal niet expres. Goedemorgen, schat. Goedemorgen. We zijn lekker ontwaakt. René heeft gisteren, ik zeg, we zijn lekker ontwaakt. René heeft gisteren een hele, hele lange dag gehad. Ja. Ging het goed? Ja. Met je kandidaten niet zo, maar met jou wel. Hè? En gisteren even lekker rustig aangedaan. Eigenlijk hebben we een potje gedart. En ik heb weliswaar een potje gewonnen. Nee, ja, eerlijk. René heeft ook een leg gewonnen. We hebben 2 legs gedaan, het was 1-1. Ging echt bakken slecht. Bij mij. René die gooide best lekker. Huh? Potje? In de kast. Ik had op een gegeven moment wel triple hout en een dubbel voeg te pakken. Dus, Nou, het is dinsdag. Vanavond heb ik een late dienst.
Jessie gaat zo meteen naar tante Suus. Dus ik ben maar vast een soepje aan het opzetten. Lekker twee uitjes bakken, knoflook teentjes, een stuk of zes. Een hele courgette uit de tuin van mijn zus, erg lekker. Die blussen direct af met gewoon water, een beetje bouillon erbij. Een paar stronken broccoli. En dan pureer ik de boel. En dat zit. En vaas is naar poeding. En vaas is naar poeding. Geen idee. En dan heb ik ook nog wat leftovers. Maar ja, leftovers. Deze staan al een tijdje in de koelkast. Dan heb ik een champignonnetje met wat snoeptomaatjes. Dan ga ik zo meteen die ga ik bakken. En die laat ik gewoon heel lang inkoken. En dan straks bak ik deze erbij. Gewoon spekreepjes. En dit en dat moet met champignons erbij. Ja, en die met champignons erbij. En die laat ik ook wel lekker staan. En dan hebben we een lekkere pasta saus. Ja, en dan kan ik de popcorn eten. En aan een dit. Dat is inderdaad de bedoeling, dat we elke dag gewoon lekker wat eten kunnen pakken en dat er wat klaar staat. Tussendoor en voor avondeten, ja? Als het klaar is, dan kan je het eten. Als het klaar is, dan kan je het eten, ja. En wanneer is het klaar dan? Als je... Ding, 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 en dan is het klaar. Dat is inderdaad wel het universele geluid voor eten dat klaar is. Ja, toch? Ga jij hem aankleden? Ik dacht van wel. Mooi. Dan breng ik hem zo naar tante Suus. Is helaas weer aan het werk, maar hij heeft me weer goed verzorgd achtergelaten. Hij heeft lekker gekookt, een heerlijk soepie. Als het is afgekoeld, dan kan ik dat eventjes in de koelkast zetten. Dat is wel lekker. Een lekker eitje. En hier kan ik eventueel pasta bij koken. Ruikt ook lekker. Voor nu, ik heb eventjes gewerkt, even wat declaraties gedaan. En ik denk dat ik gewoon eventjes op de bank plof met een waterijsje. We hebben trouwens leuk nieuws, want morgen komt de picknicktafel. Voor in de voortuin, die was wat verlaat. Ze hadden aangeboden om een andere te leveren, maar zeiden we nee. Dan maar een maandje wachten. Maar ik ga niet voor dat maandje een andere tafel nemen die we eigenlijk niet willen. Dus ik ben super benieuwd. Hij is bijna 2 meter. En dan weet ik even niet of nou het blad alleen 2 meter is. Of dat het inclusief het bankje is, zeg maar. Maar ik heb er zin in. Ik hoop dat we dan toch ook nog een paar leuke mooie dagen krijgen. Zodat we er buiten van kunnen genieten. Want we gaan natuurlijk nu wel een beetje richting het slechtere weer. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik heb er zin in. En Sergio is druk bezig geweest in de hal. Hadden jullie waarschijnlijk al onze secret room. Harry Potter ruimte noemen we het, laten zien. En die hebben we zelf gemaakt. Zelf gecreëerd. Sergio heeft een gat gemaakt in de trap. Daar hebben we een deur van gemaakt. Toen heb ik bedacht dat het leuk zou zijn als we daar behang overheen doen. Die gaan we nog lakken. Maar daar maken we dus een deur van. En we hebben er dus een lijst omheen gemaakt. Zodat het net lijkt alsof het gewoon een soort van ja, canvas is, een poster. Dus daar is Sergio mee bezig geweest. Ik ga het jullie laten zien. Dit is de deur. Het is nog niet helemaal af. Want het moet nog afgelakt worden en gekit en zo. Maar kijk, deze lijst hebben we er nu omheen gedaan. Zo. Ja, en dan van veraf
lijkt het eigenlijk gewoon alsof het een poster is. En als je goed kijkt, dan zie je ineens een deurknopje. Tadaa! En dan kom je in onze ruimte met hetzelfde behang. We hebben nu de vogeltjes daar gehangen, hebben we als het goed is al laten zien. En daar moeten nog planken komen en nog een extra kapstok. En natuurlijk wel graag een trapje, want anders dan breken we onze nek. Zo, nou, ik ga even bank hangen, jongens. Zo, de kleine man is thuis. En? Eten! En wat heb je dan voor eten? Soepie! En is het een lekkere soepie? Nee! Nee? Nou. Je gezicht zegt wat anders. Nee. Lekker, hè? Mm-hmm. Nog wel een beetje heet, hè? Goed blazen. Nou, verder ga ik even wat pasta koken. En dan doe ik daar wat van de rode saus bij die Sergio gemaakt heeft. Want die was Sessie Silver al stiekem uit de koelkast aan het snoepen. Hè? Nou. Kleine boef. Nou, eet smakelijk. Smakelijk, poelie. Smakelijk, palat. Nee! Wat heb je op je arm? Oh, heb ik een echte politieagent in huis? Ja. Zo, ga jij mij beschermen dan? Oké, okay, dat vind ik wel heel fijn. Dankjewel. Goedemorgen, we zijn in Sprookjesland en bij Zinomolix. Maar er staat er ook een paardenpoep. Ja, goedemorgen. Wat Jessie zegt is dat wij lekker aan het wandelen zijn naar het Sprookjesland. En we hebben al paardenpoep gezien en slakjes. Ja, maar ik was er opgestaan. Oh ja, je was er op gaan staan. Dat was niet zo fijn voor de slak. Nee. En de reiger hebben we gezien? Nee. Niet? Nee. Ja, die grote vogel die wegvloog. Ja. Ja. En dan nu gaan we het Sprookjesbos in. Ja. Oké, okay, let's go. Oh, wat zijn dat, Jessie? Sprookjesbloemen. Zijn dat sprookjesbloemen? Kijk hier. Oh ja. Sorry, sorry. Ja, en wie wonen daar dan? De kabouters. De kabouters? Ja. Heb je ze al gezien? Nee. Nee? Oké. Okay. Heel goed kijken dan, hè? Kijk, hij vliegt weg. Ja, ik hoor wat. Ik hoor wat. Wat hoor je dan? Ik hoor ze uit het bos. Echt waar? Oh, nee. Ja. Eten. Had je me een tak gegeven? Ja. Eet het echt. We zijn inmiddels met een beetje beslaande lens bij de stenen kamer aangekomen. Het is heel leuk stukje muur. Het is de oude middeleeuwse boerderij. Ik geloof een van de eerste met een gemetselde fundering. En... je kan nog helemaal de contouren zien van hoe de boerderij geweest is. We zijn inmiddels al anderhalf uur aan het lopen. En papa heeft zich een beetje verkeken in het rondje, zeg maar, om hier te komen. Jessie is inmiddels weer aan het lopen, maar hij is altijd een beetje aan het huilen dat zijn voetjes zeer doen. En dat kan ik op zich wel begrijpen, want volgens mij zijn we al zo'n 2,5 kilometer aan het lopen. Waar ben je? Ik loop weer terug. Oh ja, kom maar dan. Dan gaan we naar de speeltuin. Die is hier achter. Ik loop wel naar je toe. Ja, tot. Kom maar dan. Ja. Zo, we zijn inmiddels alweer een tijdje terug. Jessie was kapot. We zijn nog even in de speeltuin geweest. En toen gingen we naar huis lopen. Want ik zeg, we moeten nu echt naar huis. Want ze komen de tafel brengen. Want in de speeltuin was die inmiddels weer aan. Jessie. En toen wilde die eigenlijk niet meer naar huis, maar we zijn toch naar huis gelopen. En het laatste stukje wilde die echt niet meer lopen, dus toen heb ik hem gedragen. En
eenmaal thuis aangekomen, moest heel erg plassen. Had hij een beetje zijn broek geplast. Kan ik hem niet kwalijk nemen. En toen heb ik hem in bed gelegd. Natuurlijk gillend, ik wil niet slapen, ik ben niet moe. En ik denk dat hij er 3 minuten in lag. En toen lag hij te snurken als een wild zwijn. Dus hij ligt lekker te slapen nu. Jess, of René is ook al thuis. En nu is het wachten op onze picknicktafel. Ik pak er even een bakje koffie bij. De picknicktafel has arrived. Ja. Spannend. Ja, superleuk. Nou, dit is hem. We worden wel aan het werk gezet, want we moeten hem zelf in elkaar zetten. Maar goed, dat geeft niet. Het kost alleen even wat tijd. Misschien dat we hem nog een beetje gaan bijten. Of een kleurtje geven. Maar ik ben blij dat hij er is. Ja. Ben je er blij mee? Nothing comes easy. Nee. Ja. Nee. We worden wel altijd aan het werk gezet. Hè? Yep. Ik ben er blij mee als hij in elkaar staat. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Doei. Helaas moet Sergio alweer werken. Ik ben even aan het opruimen. En ik ga even proberen wat klusjes te doen. Sergio was begonnen met de picknicktafel. Maar zoals altijd kan het nooit eens normaal. En zijn de gaatjes niet helemaal goed geboord waarschijnlijk? Nee, zitten niet op de goede plek. Zitten niet op de goede plek. Dus ja. Nou ja, doei! Dus die hebben we maar even gelaten. Even een mailtje gestuurd naar de fabrikant. Even kijken wat we daarmee kunnen doen. Dus hij staat nu hier zo half. Maar goed. Ik ga even het bankje van Jessie Silver impregneren. Tegen vlekken. En ik ga het deurtje in de hal... Ja, de camera vindt het niet leuk als ik van licht naar donker ga. Het deurtje in de hal van onze Harry Potter ruimte ga ik in de lak zetten. Zodat hopelijk het behang wat minder snel beschadigt. Deze dus. Dus we gaan eventjes kijken of ik dat kan. Of dat ik het allemaal verpest. Doei! Zijn binnen die ik heb besteld. Deze voor de kleine. En deze voor de grote. Ik vind het echt vet, want het is gewoon, het lijkt echt net gecolor paint. Het is ook echt super dik papier. Dus ik ben uitermate blij met dit resultaat. Dus ik hoop dat ze passen. Love it. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is toch al avond? 5:30. Ik ben in Italië, zeggen we vanaf 2 euro. Buonasera. Maar ja, wij gaan even Jessie ophalen. En vanavond gaan we live met jullie. Yes. Maar ondertussen gaan we hoogstwaarschijnlijk... Helemaal niet impulsief. Helemaal niet impulsief. Iets heel tofs ophalen. We hebben een meetlint meegenomen om te kijken of het past in de hoogte. Ja, want normaal zijn deze dingen knijt duur, maar het was in de aanbieding. Dus dit konden we eigenlijk niet laten zitten. Totaal geen prioriteit. Maar we konden het niet laten. Dus soms moet je gewoon dingen kopen waar je gewoon ook vrolijk van wordt. En ja, we hebben het eigenlijk al de hele tijd erover gehad om dit te gaan. Hè, dat we dit eigenlijk wilden. Mm-hmm. Ja. Dus we gaan het nu even in het echt bekijken. Het is gereserveerd voor ons. En ja, we gaan even kijken
of die in het echt ook mooi is en of het past. Tot zover. We zijn weer thuis. Helaas, het is hem niet geworden. We gingen namelijk kijken voor een grote bloesemboom in huis. Ja. Een kunstbloesemboom. Maar ten eerste leek hij toch wel heel erg hoog. Hij was ruim 3 meter. Dat ja, hadden we, maar... Dat hadden we dan wel wat in kunnen korten, maar ik vond hem gewoon... Hij was toch niet mooi genoeg. Nee, hij was niet mooi genoeg. Er waren heel veel naadjes en... Maar ook vrij grove naden. Ja, het verloop van de span naar de takken, zeg maar, waar de bloesem dingetjes aan zaten, die waren nog nepper, zeg maar, dan de stam. Dat was echt plastic. Ja. We gaan natuurlijk wel voor iets neps, maar we willen natuurlijk wel dat het er echt uitziet. Althans, dat het er een beetje op lijkt. Dus helaas, volgende keer beter. Hey Poepie, wat hebben we daar nou voor lekkers? Nou, krijgen we in deze berichtje van de buren dat er iets lekkers is afgeleverd. Wat? René, van harte met dit goede nieuws. Alex, Nicole, Richard en Dayelle. Dayelle? Helsdingen. Van Mokka's van Snijden. Ja. Hebben we heerlijk. Het is echt heel lekker. Hé? Hey. Wat? Daar. Nee, is niet voor jou. Wel. Nee, is niet voor jou. Wel, vind jij niet wel. Nee, dat vind jij helemaal niet lekker. Wel. Dat vind jij helemaal niet lekker. Wel voor mij. Ik denk kersen. Fly. Zo, hoe heet het ook alweer? Puddingfly of zo? Oh jeetje, daar kan ik toch niet tussen kiezen, jongens? Nou ja, ik zou, als ik jou was, zou ik ook gewoon niet kiezen. Nee, ik zou gewoon van alles wat nemen. Het ziet er heerlijk, 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 heerlijk uit. Hartstikke lief, dankjewel. Mwah. We gaan heerlijk genieten. Moet je niet schuiken, Jess? Moet je niet schuiken? Oh, lekker. Ik heb een... Ja, maar je deed het heel voorzichtig. Hey! Hey! Nou, maak je niet druk, Jessie. Maak je niet druk. We krijgen allemaal wat. Heb jij een op je neus? Nee. Nou ja. Er is slagroom op je neus. Oh, eet smakelijk. Hele, hele, hele goede morgen allemaal. Het is zondag. Het is... Mijn camera is ontscherpdag. Kijk, daar zijn we weer. Worden we nou gewoon gegrapt met taart voor ontbijt? Kenzie komt ook vandaag. Kenzie komt ook vandaag. En we zijn eventjes het lekker taartje van Mokka Sassenheim. En het oppeuzelen. En nog een keer dankjewel Richard. En Alex. En alle anderen. Super lekker. En Frank chocolade. Nou ja, het was wel grappig. Want op een gegeven moment was het dus heel stil. En je weet, als het heel stil is. Dan moet je er dus vanuit gaan dat er iets niet in de haak is. En dus op een gegeven moment gingen we eventjes polshoogte nemen. En toen zat Jesse dus aan de doos. Die had hij al uitgehaald. Hij zat aan tafel, hè? Had de hele doos uit de koelkast gehaald. De hele doos uit de koelkast. En dan zat hij allemaal de chocolaatjes vanaf te plukken, hè? Ja, kleine boef. Deugt niet. Ik ben eventjes lekker wat aan het voorbereiden. Zodat jullie lekker wat eten hebben vanavond. Want ik moet zo meteen... goed verzorgd. Ik moet zo meteen werken. Ja, tuurlijk. Ik heb alleen vlees en salade nu, dus moet ik maar even kijken wat je erbij wil. Misschien... Ik heb de was in de was gedaan. Ja, want Jessie die had vannacht... Heel onrustig. Een hele onrustige nacht. En als klap op de vuurpijl had hij in zijn bed geplast. Maar vond ik heel verdrietig. Had je een nare droom gehad, Jessie? Ja. Oh, wat had je gedroomd dan? Toen ik een vos was, toen was ik jou aan het opeten. Was een vos mij aan het opeten? Nee, toen ik een vos was, toen was ik jou aan het opeten. Oh, dat is wel een hele vroegere droom. Ja. En toen was ik, toen had ik grote tanden. Oh. Nou ja, het kan dus zomaar gewoon echt waar zijn wat hij nu vertelt. Ja, maar hij was echt een beetje aan het huilen. Ik ben er was al 2 keer uit geweest, omdat hij echt aan het huilen was. Maar ja, hij sliep wel gewoon. Ja. Ja, en toen, ik geloof rond 3:30 of zo. Ik heb geen flauw idee. Toen, ik heb volgens mij ook weer nagedroomd. Ja, jij was ook aan het huilen. Nee. Papa huilen in de slaap. Ja, dus toen ging ik over je gezicht. Ik ben hier, ja, ik...
toen op een gegeven moment toen, stopte het wel een beetje. Ja. Ja. Er was ook weer van alles aan het... Ik weet dan wel een soort van dat er van alles gebeurd is, maar ja, je bent een soort van half tussen wakker en slapen. Maar jij zei ook iets van, ik had ook het idee dat het, ja, of Jesse of ik, maar iets van, dat je iets van zei, liefie, zoiets. Oké. Okay. Ik denk dat ik dood was. Weet ik het nog? Dat is zo raar, hè? Dat je het niet meer weet. Nee, ik weet het niet meer. Misschien, maar het kan zijn dat het in de loop van de dag nog te binnen schiet. Weet ik veel? Weet ik veel. Jesse vraagt mij in de ochtend ook wel eens het een en ander. En dan zeg ik nee. En dan zegt hij, maar ik vraag het ook heel lief. Ja, dat is wel raar. Dat ik dan zeg. Meestal zeg ik, vraag het lief, hè? Ja. Check trouwens ook even onze Instagram pagina. We hebben namelijk een heel leuk berichtje gekregen van Button. Want we mogen boodschappen gaan weggeven aan een winnaar. En wat moet je daarvoor doen? Raad op Instagram onder de foto hoeveel de boodschappen bij elkaar waren. En misschien win jij €30 aan boodschappen. Goed. Mocht je nou niet winnen, dan kun je ook een kortingscode gebruiken om alsnog daar leuke boodschappen te doen. Want ze hebben altijd al een goede prijs. Maar met kortingscode Sergio René aapstaartje Butlon krijg jij nog eens €5 korting op jouw boodschappen. Wij zijn er echt super tevreden over. Dus ja, ik zou zeker zeggen, profiteer ervan. Ja, €5 aan boodschappen is toch weer bij €5 aan boodschappen. Want in deze tijd is alles duur genoeg. En Butlon is echt lekker goedkoop. En we hebben er al een paar keer besteld. Ja. En nou, hele lekkere producten. Een super goede producten. Mama. Ja. En ze ben. We hadden vorige keer een hele lekkere entrecote en biefstuk en pargaasvlees en gambas. En ja, gewoon echt super, super goede kwaliteit. Een kilo dus, aan hamplakjes en serrano ham. Ja. Heerlijk. Dat eigenlijk zulke pakketten die je niet in de supermarkt kan kopen. Nee, het is een beetje horeca formaat inderdaad. Ja. En wat wij dus ook inderdaad heel fijn vonden is dat je dus... een pakje van een halve kilo aan hammetje hebt. En dat het dus niet zomaar in de 2 dagen op is. Goedemiddag. Het is me weer een dag. Laat ik even met het leuke beginnen. En dat is dat we weer lekkere boodschappen hebben ontvangen van Butlon. Waar we een leuke winactie voor mogen doen. Ga eventjes... naar ons Instagram account. En volg ons. En raad op deze post hoeveel het gekost heeft. En degene die het dichtst bij zit, krijgt een shop tegoed. Dus ga naar @Sergio_René_official. En kijk naar deze post en reageer eronder. Dat is het leuke. Het minder leuke is dat ik dus al de hele tijd zit te wachten op ons nieuwe bedframe. En die zou dus tussen, ik geloof, 10:30 en 2:00 of zo geleverd worden. En ineens krijg ik een berichtje. Het pakket is afgeleverd. Wat vond u ervan? En ik denk, ik heb geen bed gezien. En nu staat er dus in dat PostNL Home ding een soort van bewijs van levering. Met een handtekening van, maar God weet wie. Maar ik heb geen bed. Ik kan dat echt even niet hebben vandaag. Want Jesse Zilver is ook niet zo te houden. En ik zeg de hele tijd tegen hem, we moeten even wachten tot het bed er is. En dan kunnen we gaan. En dan krijgen we dus dit. Nou, ze hebben een WhatsApp nummer, dus die heb ik gewhatsappt. En ze streven daarnaar binnen 2 uur te reageren. Je kan ze dus niet bellen. Ik ben al naar de buren gelopen. Nou ja, het is echt, echt heel raar. En ze zouden het over de drempel moeten plaatsen. Dus heel raar dit. To be continued. Nou, je gelooft het niet. Het is bij nummer 129 afgeleverd, zeiden ze. Dus, en daar had ik natuurlijk al eventjes aangebeld. Aangezien ik uit die handtekening een soort van 129 leek te herkennen. Maar hij had niks aangenomen.
Nu kon ik op mijn laptop zien dat ze ook een foto hebben gemaakt van de voordeur. En ik denk, dat is niet mijn huis. Dus hij staat waarschijnlijk in een hele andere straat. En ander huisnummer. Dus dat is best wel knap. Ik heb nu verder niks meer gehoord van ze. Dus ik hoop dat ik nog antwoord ga krijgen en dat ze dit gaan oplossen. We gaan sowieso even speuren of we, of we de deur herkennen. En of het daar inderdaad staat. En of we het zelf naar huis kunnen sjouwen. Maar dit is weer echt... Het kan ook nooit normaal. Een hele goede avond allemaal. Het is maandagavond. We zouden vandaag ons bed geleverd krijgen. Nu is deze wel geleverd. Alleen weten we niet waar. Het kan ook nooit normaal bij ons. Dat wordt echt ons levensmotto. Ik heb ze al een keer wel gegeven over inderdaad. We hebben ze gesproken, tenminste van PostNL Home. En de bezorger die weet inmiddels ook dat hij het verkeerd heeft geleverd. Hij weet alleen niet welke straatnaam. Hij weet wel, zeg maar, hij gaat er morgen naartoe. En dan zegt hij, ja, ik ga het oplossen. Dat geloof ik op zich wel dat hij dat wil. Alleen, nou ja, zaten wij dus te wachten op het bed. Is het normaal de vraag of dat die mensen morgen thuis zijn? En ja, wij ook niet de hele dag morgen thuis zijn, want we waren vandaag de hele dag thuis. Dus ik ga eventjes een rondje rijden met Jessie. Ja, wel toch? Ja toch? Om te kijken of dat we het bed kunnen vinden. Daarnaast krijgen we woensdag gezellig familie op bezoek. Die komen altijd eten. We doen elke woensdag wisselen. Nu ga ik heerlijke kippenbouten maken uit de oven. Met een kruidenmelange van uien. In de kruidenmelange zit sojasaus, ketchup, ui, knoflook, een beetje curry, een beetje nootmuskaat, een beetje laurier, cola en ketchup, had ik al gezegd. En gember. Ja, we gaan. Doei. Hey. Ja, klein rondje. En het was... In de Zijstraat. Een paar blokken verderop, maar inderdaad. Dus, het bed is binnen. Blij dat we hem gevonden hebben. Hier. Ja, we hebben hem. Maar het is inderdaad een bouwpakket, want het is nog geen bed. Dus hopelijk is alles in orde. Dat is correct. Jessie staat met... Een hele zware watermeloen. Ja, we gaan nog maar even watermeloen eten. En jij gaat zo naar bed. Nee. Mama moet werken. Ja. En dan kan papa waarschijnlijk wel het bed in elkaar zetten. Dan gaan papa naar dachten. Kijk wat het meest nodig is. Oh, en wat ik ook nog even wilde zien, laten zien. De helft is al weggeveegd weer. Maar dit doet onze zoon dus even. Van 3,5. Ik vind het echt ongelooflijk. Ik heb ook geen idee of dat normaal is voor een kind van 3,5. Maar ik zat echt met een bek vol tanden. Dus... ik ben trots. Zo, ik heb net een training gehad en ondertussen is Sergio hard bezig met het bed in elkaar zetten. Hoe gaat het, Robby? Goed, jouw zoon die wil niet slapen. Oh. En het is inmiddels al 9:30. In de beschrijving stond dat het bed in 45 minuten in elkaar zou staan. Stonden er alleen wel twee poppetjes bij. Ja, precies. Hallo, ik ben er even gezellig op uit met Jessie Silver. Jessie, waar zijn we? Weet ik niet. Weet je niet hoe het heet? Nee. Kinderboekenmuseum. Ja. In Den Haag. Superleuk ziet het eruit. Oh. Het is net alsof we in een boekje van Nijntjes zitten, hè? Kijk. Oh. Dan ga je Ja. Dat is leuk. Oeh, dat is water. Daar mag je niet op. Oeh. Hop, naar kleine ijsbeer. Oh nee, nou is je voet nat. Oké, go. Nam 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 nam. Oh, en eten, eten, eten van die peer. Dat doe jij goed. Geel, of oh, wat is dat? Zwart.
zwart. Waar moet die dan? Links. Goed zo. Heel goed. Volgende. Mijn dat kan ook met ogen dicht. Wat is het? Wat is dit? Goed zo. Ja, yeah, mooi. Hey Jessie, waar ben je nou? Hey, ik heb iets leuks gezien. Kom, we gaan je omkleden. Gaan we je verkleden. Kom, hier. Puk van het pettenflat gaan we naartoe. Oh. Ik zie dat er al kindjes zijn. Kijk of het voor jou ook nog is. Kijk eens. Volgens mij kan hij springen als een kikker. Woe! Oh, kan je daar ook tussen? Maar dat is voor de kinderwagens. Oh jee, waar ga je nou naartoe? Oh, wat zit daar dan in? Oh, kijk eens wat een mooie keuken hier. Dat is leuk. Goed zo, kijk eens. Dat doe jij. Wat goed. Oh. Goed zo. Weer een plank. Ga jij een mooie bank maken? Oh, je bent alweer afgeleid. Wie ben jij? Fire Chief! Oh! Doe hem snel op! Doe hem snel op! Oh, heb je pannenkoeken gemaakt voor iedereen? Pannenkoeken. We moeten dezelfde. Oh, dat is leuk. Je moet dezelfde letters zien te vinden. Dus je moet de goede letters. Kijk eens hier. Lijkt die erop? Ja. Goed zo. Goeie. Toppie. Ga pak er nog maar één dan, hè? Pannenkoeken. Pannenkoeken. Het is tijd voor nachtpannenkoeken. Ga maar naar dezelfde letter zoeken. Oh, ik denk dat dat een E is. Nee, ik denk dat je hem net goed had, hoor. Yes. Het is voor Dikkie Dik. Hey Jessie. Hoe vind je het hier? Leuk. Ja? Goed zo. Gaan we zo weer. Zo, we zijn thuis. Was superleuk. En Sergio heeft... Ik heb de tafel afgemaakt. De picknicktafel in elkaar gezet. Lekker, dus we kunnen, we hebben lekker zonnetje. Dus we kunnen lekker voor het eerst buiten eten. Heerlijk. En dan hoeven we wel niet binnen te eten. Nee. Nou, dit is het resultaat van... mijn zalm. Ik heb hier voor jou gemaakt, schat. De spekjes. En de kokos. En hebben we nog die nog niet gevraagd? Nou, ben benieuwd. En kleefrijst. Heerlijk. Dat vind jij lekker? Ja, vind ik lekker. Weet je wat ik lekker vind? Ja. Jou. Dank je. Dat was echt een lachje, man. Nou, we gaan lekker eten. De tafel die gaan we nog wel wat afwerken, want hij heeft wel wat ruwere randjes. Dus nog een klein beetje schuren en bijten. Ik was de mama aan het drinken. Ja, daar zit prik in, hè? Verkouden. Zodat hij misschien... We kunnen hem schuren en dan lakken. Ja. Dan kan transparant. En dan kan er een bijts op van buiten bijts. En daar kun je ook een kleurtje aan geven, wat je wil. Ja. Of hou het naturel, of wat donkerder. Ja. Papa. Even kijken. Ja. Oké, okay. Eet smakelijk. Smakelijk. Au. En ik denk dat dit gelijk een goed moment is om af te sluiten. Kom, we gaan afsluiten. Doe hem even zo. Lekker man, zo. Afsluiten.
afsluiten, video. Want het was volgens mij weer een hele lange vlog. Dus hopelijk vond je het weer een leuke vlog. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, een belletje aan te zetten. En we zien weer heel graag jullie reacties. Ciao.